Donderdagmiddag rond half twee kreeg een vrouw uit Herengewaard de schrik van haar leven. toen ze in een schuur aan de Schelde. het levenloze lichaampje van een baby vond. Het lichaampje was in plastic gewikkeld. Uh, wij hebben daar een uh, tas aangetroffen en uh, daar bleek een uh, dood kindje uh, in die tas te zitten. De gealarmeerde politie trof de baby in een plastic zak aan op straat. Daarom zijn daar onmiddellijk eventuele sporen veiliggesteld en werd de omgeving afgezet. Het lichaampje was toen al in staat van ontbinding. Voor de vrouw die het babytje heeft gevonden was het een zeer nare ervaring. Ja, dat is een beeld wat ik niemand gun. Uh, nee, ja, klopt. De vrouw heeft een verklaring afgelegd bij de politie die geen enkele uitspraak kan en wil doen over de doodsoorzaak, de leeftijd van de baby of hoe lang het stoffelijk overschot in de schuur moet hebben gelegen. Nee, wij zijn het onderzoek opgestart en op dit moment ja, zijn we aan het kijken wat voor informatie er ligt. En dat moeten we nader gaan onderzoeken. Het lichaampje is overgebracht naar het mortuarium en zal naar het NV overgebracht worden om verder te gaan bekijken. Zijn er aanhoudingen verricht? Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht.